dus niet iets over een relatie. Je kent het wel aan het begin. We gingen helemaal in elkaar op, slapeloos in de nachten. Het was echt tof. En het was zo goed, we hebben besloten om samen naar het buitenland te gaan verhuizen. En dat ging goed, totdat de verhalen begonnen. En bij mij dus de twijfels. De verhalen dat hij niet zo perfect zou zijn als dat hij zich voordoet. Maar ja, als ik kijk naar mijn ervaring, ik was ook echt die slimme, sexy, grappige vrouw geworden, dankzij de relatie. Dus ik besloot hem het voordeel van de twijfel te geven. Totdat ik zelf een beetje begon te voelen van, misschien is hij inderdaad niet zo perfect. Althans, niet meer perfect voor mij. Toen kwam paniek. Ja, maar wat moet ik dan? Wie ben ik dan? Waar ga ik naartoe? We zijn in het buitenland. Nou, dat is echt een vroege midlife crisis. Wat moet ik zonder hem? Dus toen besloot ik in mijn eentje om naar een relatietherapeut te gaan. En advies van een relatietherapeut was: begin een relatie met jezelf. Ga eens naar wie wil jij zijn in een relatie? Wat wil je geven? Wat wil je ontvangen? Wat heb je nodig? En durf je daarvoor dan te vragen? En ik heb heel lang ben ik vrij zelf geweest, over mezelf nagedacht. Toen heb ik een paar kortstondige relaties gehad. En uiteindelijk ben ik gelukkig getrouwd. Inmiddels 8 jaar. Dit is mijn verhaal. Het is alleen niet het verhaal van mijn romantische pad. Dit is het verhaal van mijn professionele pad. Dit is het verhaal van mijn eerste baan die ik zag. En ik dacht, oh my god, dit is precies wat ik wil. Ik word international sales consultant voor een mediabedrijf in Abu Dhabi. 23, net afgestudeerd, geen ervaring. Eerste baan, topbaan met CEO's en voorzitters. En geen moeder in de buurt, dat was best spannend. En die relatietherapeut, dat was mijn life coach. Toen ik erachter kwam dat uber-commerciële niet bij me paste. Ja, maar wat dan? En toen ben ik op zoek gegaan naar wie wil ik zijn op de arbeidsmarkt. Wat wil ik doen? En inmiddels ben ik 8 jaar ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf. En ik deed eigenlijk nog elke dag met potentiële cliënten en opdrachtgevers de hele dag door. Dus ik heb een en ander geleerd in het proces. En daarvan bedacht ik dat ik 3 met jullie wil delen vandaag. En het eerste is, durf jezelf te laten zien. Je gaat het vandaag nog minimaal 20 keer horen. Waarschijnlijk omdat het belangrijk is. Durf jezelf te laten zien is niet alleen maar durf af te stappen, maar misschien ben je niet elke dag die slimme, sexy, grappige vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet in je zit. Dus durf een beetje te bluffen. En je zal verbluffend zijn over dat jij dan echt bent. Tweede is, daten vergelijk ik een beetje met het sollicitatieproces. Dat moet leuk zijn. We nemen al die exen mee, hè, ontslagen, afwijzingen, stomme collega's. Dat zijn allemaal exen. Ex-it. Niet meer. Dus je gaat, het is leuk. En wat we vaak doen, we nemen dat mee. Maar als je het leuk maakt, en je krijgt dus in het proces, je krijgt informatie. En vaak denken we, ja, als iemand me afwijst, dan ben ik niet goed genoeg. Nee. Houd leuk. Sowieso, houd leuk. Het is informatie en geen indicatie van jouw identiteit. Ik ga het even herhalen. Dus op het moment dat je afgewezen wordt, is dat informatie. Het is geen indicatie van jouw identiteit. En dat is erg belangrijk. Als wij vandaag een gesprek hebben en iemand zegt, nou, dat past niet, vraag waarom. Want dan ben je de volgende leer iets beter. Vraag wat je misschien nog moet leren, wat je misschien nog moet laten zien. En zo gaat jouw waarde, want daar gaat het om, hè? Het gaat over jouw zelfwaarde en die van jouw portemonnee. Bij elkaar maakt jou gewoon helemaal in balans. En het derde, vind ik persoonlijk echt het allerbelangrijkste, is dat we in dit proces ook ons hart openstellen en niet alleen maar met ons hoofd. En met ons hart bedoel ik, als jij vertelt over jouw cv, is leuk wat je opzoomt in je cv, maar wie ben je geworden? Wat heb je geleerd? Wat heb je ontdekt? Wat is jouw meerwaarde? Waar hebben mensen van genoten toen jij dat deed? Op jouw eigen unieke manier.
En we leven in een maatschappij waarbij we getraind zijn om supercognitief, hè, met het hoofd bezig te zijn. Daardoor kunnen heel veel vrouwen zich niet helemaal meer vinden op de arbeidsmarkt. Geloof me, het is nodig dat je gewoon helemaal jezelf durft te laten zien. En om jullie daarmee een soort duwtje in de rug te geven, mag je straks als je denkt van ja, ik weet niet wat ik moet doen, ik heb stickers bij me. En dan schrijf je erop één positieve eigenschap van jezelf. Ja, lief, zorgzaam, enthousiast, schattig, aardig, sociaal, kies maar uit. Je hebt er zoveel uit te kiezen, het is alleen maar mooie vrouwen. Eén positieve eigenschap en misschien ook nog een eigenaardigheid. Dus iets waar je een beetje onzeker van bent. Voor mij was het dus bij dat sollicitatiegesprek, ik was eigenlijk uber competitief, maar ik had deze baas van mij. Dus daarna dacht ik wel, wow, dat hebben ze gezien van mij. Maar dat was wel de reden, dat wat ik eigenlijk achter wou houden, is de reden waarom zij dacht, oeh, zij wil het beste zijn, dus ze gaat ook het beste voor mij bedrijf zijn. Dus stel je voor, een van mijn eigenaardigheden is, als ik zenuwachtig ben, klap ik dicht of ga ik te veel praten. Als je dat dan opschrijft en je gaat vandaag in gesprek en je bent ineens stil, dan kan iemand zeggen, oh, ben je een beetje zenuwachtig? En dan gaat het weer over wie je bent geworden in het proces. En zo kom je dus op inspirerende ledges. En een inspirerende ledge is een rijk gevulde portemonnee. Het zijn leuke schoenen, leuke jassen, een rijke vrouw. Dank jullie.